Hallo, hallo, hallo! Het is een hele speciale middag vandaag, want een uur geleden is ons allereerste bakboek, ons digitale bakboek, van misbaksel tot meesterbaksel online de verkoop gegaan. Ja, en heel spannend. En het is een e-book geworden. Heel veel mensen vroegen en heel schattig met, oh nee, ik wil graag een papieren versie. Maar er zijn wel een aantal redenen waarom wij een bakboek hebben gekozen, zeg maar, in een digitale vorm. Juist omdat we ook heel veel linkjes hebben gebruikt naar tutorials waar we zelf ook veel aan gehad hebben, maar ook, en die vraag krijgen we ook altijd, van die decoratie of die cupcakes of van waar is het allemaal sprinkles, van? Sprinkles, waar zijn die van? Waar zijn die gebaksvorkjes van? Waar is dit van? Waar is dat van? Dus wij dachten, weet je, dat is veel makkelijker om gewoon in een klikbare link ergens neer te zetten. En wat ik zelf ook altijd heel erg makkelijk vind, het is een PDF-bestand. Je hebt geen speciale e-reader nodig. Die vraag werd ook vaak gesteld. Maar je kunt hem dus gewoon overal, waar je ook bent, gewoon continu op je telefoon of op je laptop. Of hebben we nog meer devices? De tablet. Tablet inderdaad, omdat het een PDF-bestand is, kun je hem gewoon overal openen. Er is geen verzendkosten zitten er voor jullie aan vast. Het is lekker snel, je hebt hem gelijk in je inbox. Het is wel duurzamer ook op die manier, weet je wel. Dus we dachten van, ja, en eerlijk gezegd, ik weet niet of jullie ook echt nog... Ik heb wel bakboeken thuis, maar heel eerlijk, ik kijk toch echt heel vaak op internet bij een recept van een blogger. Een foodblogger, zeg maar, om te kijken van hoe zit het ook alweer. En zeker als je bijvoorbeeld in een vakantiehuisje bent of zo met z'n allen, gezellig met familie en vrienden. En je denkt, ik krijg het op mijn heupen, ik wil appeltaart. Dan kun je gewoon dat boek gewoon tevoorschijn toveren. Ja, we vonden het gewoon echt een heel ideale vorm of zo om het in te gieten. En daarnaast, gewone bakboeken hebben ook 20 tot 50 recepten en wij wilden gewoon 10. 10 basic, maar super goede recepten. Of basic, hoe moet je dat zeggen? Die basic recepten zijn geen basic recepten, maar 10 basisrecepten voor ons. Waarvan wij denken van ja, dat zijn echt gewoon onze key recepten. God, ik bazel erin. Ik ben nog een beetje gespannen, jongens. Het zijn dus, oké, wat is het geworden? Het is een bakboek geworden. Het is wel grappig dat jij zegt, basisrecepten, ja, gewoon basic recepten. Want that's the same thing, right? Het zijn 10 recepten. Ze zijn super makkelijk, maar ze zijn wel stuk voor stuk allemaal spectaculair. Ja, dat wist ik. Daar ging het eigenlijk om. Want weet je, als je een bakboek leest, heb je het ook heel vaak. Dan lees je dat en het ziet er heel mooi uit. Ons bakboek ziet er ook gewoon echt gelikt en mooi uit. Maar wij hebben wel bij verteld van, hoe is dat zo gekomen? Wij hebben denk ik als een van de weinigen ook echt beschreven waar het ook misging. En dat vinden wij het belangrijkste. Daarom heet het boek ook van misbaksel tot meesterbaksel. En het kan gaan om bijvoorbeeld, nou, het kan zijn dat je taart helemaal valikant mislukt. Bijvoorbeeld, of je keek. Hij zakt in. En dan moet je hem waarschijnlijk wel echt opnieuw maken. Omdat het smaak misschien heel vies is. Of noem maar wat. Het is niet meer te herstellen. Maar je hebt ook gewoon wel eens dat hij heel lekker is. Maar hij ziet er gewoon niet uit, zeg maar. En dan is hij is gescheurd of verkruimeld. Ja, of hij is een beetje klein uitgevallen. Bijvoorbeeld bij ons. Onze fudge plaat brak in tweeën bijvoorbeeld. Nou ja, dan is wel de vraag hoe ga je het oplossen. En dat vonden wij juist het meest interessant. Een boek wat zo laagdrempelig is. En zo erg dicht bij ons staat. En dus bij jullie ook. Dat ook jij het gewoon kan. We hebben altijd slogan, hè, als wij het kunnen, kun jij het ook. En dat hebben we met dit bakboek echt wel weer eens bewezen. En wat ook leuk is we hebben zelf de hele vormgeving dit keer gedaan. Het is echt een 100% Willem Tien product, zeg maar. Ook elke foto en elke vormgeving is door onszelf en elke letter zelf geschreven. Dus food styling zelf product. Gedaan. En ik moet zeggen, ik ben er echt trots op. Het is ook heel leuk dat je zelf weer gewoon heel veel leert van het hele proces, zeg maar. Ik moet er ook bij zeggen, dit idee is er al heel, heel lang. Hebben we jullie eigenlijk niet echt in meegenomen, want we hebben wel 1000 ideeën van dat soort dingen. Ja. Maar jij zei zelfs, en dat wist ik al niet meer, we hebben blijkbaar ooit verzonnen 12 maanden taart in de trein naar Berlijn. Ja, wij hebben in de trein naar Berlijn gezeten en toen waren we aan het brainstormen voor, toen was net ons boek uit. Ja, of dat kwam toen? 12 maanden Berlijn. Was dat toen? Is het niet vorig jaar zomer geweest? Ja. Ja, vorig jaar zomer. Toen dan was ons boek er nog niet eens. Maar we waren bezig met ons boek schrijven. Dus 12 maanden zwanger. En we waren aan het brainstormen van... We merkten van, oké, dat boeken schrijven vinden we toch wel heel erg leuk. Wat kunnen we nog meer doen? Toen kwamen we op een soort van bakkalender. 12 maanden zwanger. Oh, nu weet ik het weer. Ja. Maar het was ook in de Thalys zelfs naar Parijs hebben we het hier al. Ook daarna nog eens een keer extra over gehad. Toen hebben we alles uitgedacht. Ja, dus in Berlijn en in Parijs hebben we dit ontwikkeld. Nou, uiteindelijk werd het geen kalender. Want we merkten dat toch niet helemaal tot zijn recht kwam, want daarin konden we de melige verhalen niet kwijt. En zo is het geëvolueerd tot een digitaal bakboek met dus 10 recepten plus 3 bonusrecepten en dus allerlei melige verhalen, decoratietips, een Q&A van vragen van volgers over bakken. En zo is het geworden tot wat het nu is. Zo, maar inderdaad, joh, dat was ik echt helemaal vergeten. Dat die bakkalender, dat was inderdaad het idee 1. Maar ja, wij wilden eigenlijk ook, want dat zie je eigenlijk ook nooit in een bakboek. Kijk, Willentine wil altijd gewoon net wat anders dan de rest. Hè? Zo zijn wij. Wij willen zeg maar altijd net een beetje... Extra. Een beetje extra life. Beetje Willentine sausje. En ik zei tegen Wil ook,
van, je ziet ook nooit hele melige bakverhalen of zo. Van dingen die helemaal falikant mislukten, waar je echt om kan iedereen lachen. Iedereen heeft weet je wel. Dit toch? Ik bedoel, zelfs heel Holland Bakt mensen hebben het. Ja, en dat is toch het leukste om te zien. Ik weet niet of jullie dat ook niet hebben. Maar ik ben altijd heel benieuwd hoe er een deelnemer weer eens denkt, oh fuck, daar gaat mijn krokkenbush of zo. Weet je wel, ik smul daarvan, omdat ik al denk, oh, ik zou het ook kunnen hebben. En ik voel gewoon dan die stress. En dat vind ik eigenlijk juist ik een beetje een leesvermaak. Maar je ziet ook dat het bijna altijd weer goed kan komen. En dat hebben we ook wel echt laten zien. Dat hebben we ook. En ik denk dat dat juist het meest realistische plaatje is. Dus, maar in ieder geval, er kwamen heel veel vragen ook op Instagram. Ja, en we dachten, we willen ons YouTube-publiek natuurlijk ook meenemen daarin. Dus we zullen voor jullie even de meest voorgekomen vragen beantwoorden in deze video. Nummer 1 is dus, heb je een e-reader nodig om het bakboek te lezen? Nee. Nee. Kan gewoon als pdf geopend worden op je telefoon, smartphone, tablet of pc. Smartphone en telefoon zijn hetzelfde. Waarom een e-book? Hebben we al beantwoord. Kunnen alle recepten gemaakt worden met een handmixer? Ja. Zijn recepten vegan, glutenvrij, suikervrij of lactosevrij? Nee. Maar natuurlijk, zeg maar, dat is niet zeg maar, ook onze voedingswijze. Zeg maar. Nee, dat is niet hoe wij eten. Hoe wij eten, maar mocht je wel zo eten, kan ik me voorstellen dat je zelf echt wel het beste weet wat je zou kunnen vervangen. Ja. Door het een of ander of zo, door lactosevrije producten misschien. Dus ik gok dat het geen probleem is, maar dan weet je in ieder geval, nee, het voldoet niet aan deze criteria. Nee. Dat was het al. Dat waren de meest gestelde vragen. Bedankt. Nou, wel een leuke vraag is ook nog, wat zijn onze favoriete recepten, team? Uit het bakboek. Ja. Ik vind het dus heel moeilijk. Ja, we hebben dus inderdaad 10 recepten en 3 bonusrecepten nog. Oké, noem onze top 3. In 3 denk ik voor mij, die vond ik wel echt heel lekker. Ik vond die fudge, want daar bleven we maar van eten. Die staat op 3, denk op 3. Ik. Op 3, oké. Omdat het niet echt een taart is, zeg maar. Mm-hmm, mm-hmm. Maar we hebben ook af en toe van die kleinere dingetjes tussendoor. Dus ik vond die fudge wel heel lekker. Oké. Moet ik met ook met nummer 3 beginnen? Ja, tuurlijk. We gaan werken op nummer 1. Nummer 3. De brownie, denk ik. Ja, die vond ik echt super lekker. En dan met die mascarpone-room erop. Dat maakt inderdaad voor een brownie. Ik ben niet per se een brownie gelegd, maar hij maakte hem wel echt lekker. Ja. Ik moet zeggen, die recepten zijn allemaal wel echt geneeld. We zijn zelf ook verslaafd aan onze recepten geworden. En voor mij op 2 staat, denk ik, omdat ik het zo'n verrassing vond, de Easy Cheesy kwarktaart. Die is lekker, want jongens. Want Wil en ik houden eigenlijk helemaal niet, bakconfessie, wij houden helemaal niet echt van cheesecakes. Ik vind ze vaak, het is niet dat ik ze niet lekker vind, maar ik vind ze zo immens machtig dat ik nooit, ik krijg hem nooit bijna helemaal op zo'n stukje. Nee. Na de helft denk ik al, wow, lekker, maar wow, machtig. En met deze variant hebben we het zeg maar zo weten te fabriceren dat die toch heel fris is en lekker zoetig ook. Maar het is echt een ideale lekker taartje in de lente of de zomer. En wat ik ook leuk vind aan deze, machtig, is een no-bake taart. Je hebt het niet in de oven. Dat vind ik ook wel heel erg dat leuk. Dat is ook altijd erg fijn inderdaad. En lekker studentico's vind ik altijd als je geen oven hebt. Maar inderdaad, hij is niet zo'n, het is geen standaard, absoluut geen standaard cheesecake, maar wel een klein beetje variatie. Het is echt een mix tussen cheesecake en kwarktaart eigenlijk. Ja, dat. En dat is echt nice. Op mijn nummer 2 staat toch wel de slagroomtaart. Slagroomcake moet ik zeggen. Dat is een hele grote ronde cake. Die maak je echt maar met 4 basisingrediënten. En dan nog een beetje zout en vanille. Dus dat is echt heel erg weinig. Hij is ook echt in 5 minuten, staat hij gewoon in de oven. Maar die hebben we versierd echt met de allermooiste sprinkles ever. En het linkje naar die shop van die sprinkles, die staat ook in het boek zelf. Ja, die was en heel erg lekker. En ik ben gewoon ook heel trots op hoe dat recept zeg maar ontwikkeld is. Het is echt het is gewoon het allermakkelijkste recept uit het boek zo'n beetje. En hij is echt fenomenaal. Maar ik weet nog wel dat we die op Instagram deelden. En dat mensen echt zeiden, wauw, dit met maar 4 ingrediënten. Maar dat is dus het leuke. Want wij zijn heel erg van het plaatje ook. Van, hè, dat het er ook gewoon leuk uit moet zien. Want we houden daar zelf heel erg van. Ja. En dat bewijst ook maar weer dat je met decoratie, en dat hebben we ook al een paar keer in het bakboek gezegd, daar kom je echt zo ver mee. Want al onze taarten die uit het oven komen zien er in het begin echt uit. Dat je denkt, verschrikkelijk. Dus het maakt echt veel uit hoe je het opmaakt. Het is zoals wij opstaan, 's ochtends uit bed. Weet je wel, leuk, maar er moet eigenlijk wel wat bij. Voor de extra life. Een outfitje of een krullenhaar of wat dan ook. Nee, precies. Ja, dat is een beetje met de taart inderdaad ook zo. Nou, met versiering kom je een eind. Oké, ja, nummer 1. Ja, ik denk wel, ik vond dat zo lekker. En ook omdat het echt wel 3 keer duurde, terwijl het recept echt gefine-tuned was. Omdat het dus ook misging een paar keer. Dat de appels naar de bonen waren gezakt. Of hij was niet gaar geworden na 1,5 uur of zo. Nou, er zitten echt heel veel dingen in. Is de appeltaart, denk ik. Ja, dat klinkt heel saai, maar ik hou van appeltaart. Nou, maar dit is ook wel echt een hele goede. Maar deze was wel echt, zeg maar, was geïnspireerd op een bestaande appeltaart. Die je vanuit een pakje kon maken, in principe. En die vonden we toen al lekker, omdat het zo makkelijk was. En toen dachten we, dit willen we eigenlijk ook zelf kunnen maken.
zonder pakje. Ik bedoel, wie wil al die E-nummers nou? En dat is inderdaad gewoon fijn. En het, het is gewoon gelukt inderdaad. Dat had echt 3 keer tweaken of zo. Maar ik weet nog wel dat ik echt dacht, wauw. Ik ben niet per se een mega zoet addict. Maar bij deze had ik ook echt zoiets van, oh, deze gaan we niet uitdelen in de buurt. Maar die vreten we mooi zelf op, zeg maar. En tot laatste kruimel is die ook echt helemaal opgegaan. Ja, ik hou van deze is echt heel erg lekker. Oké, okay, mijn nummer 1. Ik had even tijd om erover na te denken. Dat was de carrot cake. Die is gewoon echt super lekker. Ik vind carrot cake altijd best wel... ik ben best wel kritisch op carrot cakes. Wortelig. Ja, ik hou er niet heel snel van. Daarom vind ik die van ons des te lekkerder. Om even heel arrogant te zijn. Hij is gewoon zo smeuig en zacht en lekker luchtig. En dan die cream cheese frosting die erbij zit. Die is ook niet te zoet, weet je wel. Die is echt zo lekker. Weet je wat het ergste is? Op de dag dat we die gingen maken, was ik ziek. Dus ja. Ik heb daar helemaal niks van gezien. Ik kreeg daar foto's binnen met al 10. Ik weet niet of ik zonder jou de food styling ga nelen. Toen zei ik, nee. You can do it. Wel. Weet je wel, maar ik baalde echt toen met hier. Ja. Dat kon niet anders. Hij moest die dag gemaakt worden. Ja. Maar het was echt, daar baal ik van. Dus de enige, weet je, die staan gewoon... Die heb jij niet geproefd. Die wil ik toch nog eens een keer. Ja, ik zal hem voor je maken. Met hij was echt verjaardag. Lekker, ja, hij was echt heel erg lekker. Dus dat is onze tip 3. Tip 3, ja. Oké, door. We wouden even een stukje voorlezen uit het boek. Tenminste, Tien wilde dat. Dat is een beetje hyper ook, jongens. Ja, het komt echt dat het project gewoon klaar is. Ja. Een beetje alsof je bevallen bent en een adrenalinestoot krijgt. Zo. Kijk, hier. Ja, we hebben natuurlijk, wat ik net zei, verhalen geschreven. En het is ook wel leuk, denk ik, om een klein stukje voor te lezen. Er komt geen luisterboek van, hoor, van dit bankboek. Maar in ieder geval, ik lees een klein stukje voor en daar gaan we. De merengue-misser heet het. Hier hebben we ook zo om gelachen. Achteraf dan, want op het moment zelf was het dikke stress. Wederom moesten we jaren geleden voor een klant een recept in elkaar draaien. Merengues. Alsof het nog niet makkelijker kan voor een klant een recept... Dit moet ik even nog een keer. En dat ze dan nu een typfout ontdekken. Ik zat dus even laten kijken. Ja. Oké, nog een keer. De merengue-misser. Hier hebben we ook zo om gelachen. Achteraf dan. Want op het moment zelf was het dikke stress. Wederom moesten we jaren geleden voor een klant een recept in elkaar draaien. Merengues. Alsof het niet nog makkelijker kan, zat er een heel pak bij met instructies. Gelukkig maar, want deze campagne had een zeer strakke deadline. 'S Morgens kregen we de briefing binnen met do's en don'ts qua fotografie. En 's middags om 1 uur werd het pakket bezorgd en alles moest voor 6 uur aangeleverd worden. De verdeling zou zijn dat Tien zich met de rest van de agenda die dag zou bemoeien en Wil aan de bak ging in haar keuken. We weten nog steeds niet wat er precies misging, maar dat er geen merengues op tafel verschenen, was duidelijk. Het was 1 grote witte plaattaart geworden. We noemen Wil altijd snelle Willy, dus hoogstwaarschijnlijk heeft ze de eiwitten niet lang genoeg stijf geklopt. En destijds waren we ook nog niet zo heel erg goed in bakken. Correctie, het was überhaupt de eerste keer dat Wil de oven gebruikte om iets te bakken in haar eerste koophuis. Hoe dit verhaal afliep verder en hoe we dit in hemelsnaam moesten gaan herstellen... Dat lees je natuurlijk in ons bakboek, maar dit soort verhaaltjes... Het smeuïg was het wel. Ja, dit staat er dus in. Het staat onder het hoofdstuk Bake It Till You Make It. En dan verhalen om je vingers bij af te likken. Een tikje smeuïg en een tikje salty. Ja, nou dat is het gewoon echt. Volgens mij moeten we er maar een eind aan gaan breien. En dat nog even vertellen wanneer, waar en hoe het te koop is in de winactie. Dit is inderdaad wel leuk, inderdaad. Ja. Hè? Te koop gewoon op www.willentien.nl voor €14,95. Je krijgt er nu ook een, of krijgt, je kunt er een gift voucher bij downloaden. Mm-hmm. Want heel veel van jullie dachten met de feestdagen van, ik wil hem cadeau doen. Dus je kunt er een printable gift voucher bij downloaden. Die kun je gewoon zelf uitprinten. En aan je geliefde geven of onder de boom leggen of iets dergelijks. Maar er zit ook nog een toffe winactie aan vast. Als je namelijk een van de creaties namaakt uit ons bakboek met de hashtag bakken met Wil en Tien. Vergeet ons ook niet te taggen natuurlijk. @willenteam.nl of @teamvanwil of @wilvanteam. Tag één van ons zodat we het kunnen zien. En dan half december maken we degene bekend waarvan we denken, oh wauw, wat super gaaf gelukt of wat een leuke story of weet ik het allemaal wat. En dan krijg je van ons een zelf samengesteld bakpakket met prachtige spullen erin. En ja, je kent ons, we houden van mooie dingen. Dus denk dan even aan mooie decoratie dan voor jou bestellen. En dat we ook hele leuke gebaksvorkjes erin doen, dat soort dingen. Mooie maatlepels en dat soort dingen. Ja, dat je denkt, oh wauw, dat is een extra cadeau voor jou als je inderdaad de moeite neemt om een van onze recepten uit te proberen. En je bent gelukkig winnaar. En je bent gelukkig winnaar. Ja, dat klonk namelijk bijna alsof we dat in iedereen gingen doen. Dat is natuurlijk niet helemaal haalbaar. Als we echt 1 miljoen zouden hebben, zouden we dat zeker gedaan hebben inderdaad. Maar vanaf half december maken we de winnaar bekend. Als je nu ons boek koopt, kun je tot...
ongeveer, denk ik zo, is het 10 december ongeveer meedoen? Ja, 12 december zo. 16 december maken we hem bekend, dus inderdaad. Ja. Vlak daarvoor stond moet 15 zijn. December moet je wel even komt iets goed in elkaar gedraaid hebben, maar dat heb je zo gedaan met dat bakboek. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken. We zijn heel benieuwd of jullie hem gaan kopen en wat jouw favoriete recept uiteindelijk is van het bakboek. En deze smel krijgen jullie voorlopig niet meer van onze kopjes af, want we zijn weer blij dat hij er is. Precies. Fijn weekend allemaal. Doei. Doei.